Wat? Hè? Ik krijg terug een leven, want ik ben één, ik moet de straat oversteken. En ik krijg terug één. Ja, dat is een midi-pack. Als iemand dood was, mag ik die dragen. Ah, oef. Totdat we zoiets tegenkomen en dan leeft hij terug. Maar... Is er, al iemand... er is nog niemand dood, hè? Waarom nee, maar is dat dan niet een leven gewoon? Ja, dat is een leven. Maar wil je dat meenemen en dan als straks iemand dood is, dan. Dat weet ik niet. Dat kom maar af, toch nog niet. Ja. Maar daar zijn we niks mee. Dat weet ik al niet. Kijk, ik krijg er niet van die flauwe computerspelletjes. Van. Dan moet jij terug van voor dan? Ja, maar als ik een leven krijg. Ah, wel ja, ik krijg hem op. Ah, okay, ik krijg hem op. Je moet gewoon niet van voor staan. Nee, ik beslis hier wel. Hè. Ah. Ah, dus jij zit de leider. Aha. Ik zal eens niet eens zien wat er staat over de leider. Follow the leader. Oh, nee. Follow is achter. Ja, ik beslis dat, ik beslis. Nee, je bent de leader, dus ik follow u. Ja, maar de generaal gaat toch niet van voor in de... Ah. Ja, dat is niet. Oeh. Ha, 10 meter. 10 meter lopen, of wat? Ik moet vooraf. Ja, dat is een getal, hè. Loop rond het veld. Ja, jij moet rond het veld lopen. Maar, daar is iets met een bom, hè. Maar gaat er niet naartoe? Oh nee, dat is 5. Oei, ik ben niet 5. Rond het veld. Persoon 5. Ja, mogen we dat wel negeren? Wie is persoon 5? Ja, ik. Ah, jij. Oei, je zit op een bom. We gaan de straat oversteken. Ja. En dan alleen. Ah, een bom eraf. Nee. En maar wat is twee, die? Mijn bom. Allee, dat klopt toch niet? Nee, want zo'n balk was ook niet. Dat is levens, hè. Een bom is min levens, niet? Een balk is 2, hè. Ja, ah ja, dat is 2. Min 2 levens, hè. Twee bommen. Of 2 bommen. Ah, ja, is dat optellen of aftrekken? Dus? Ja, min ja wat aftrekken. Geen nee, kleur, is het rood of is het groen? Het is ja, je kunt bom niet van cirkel optellen. Jawel, dat kun je toch optellen? Twee levens extra of 2 eraf? Min 2. Ik denk dat het 2 draf is. Maar zullen we hem wat spannend maken? 2 draf. Okay. Okay, ik vind dat een goed idee. Moet dat even noteren. Als we rond het veld lopen, komen we terug hier op. Hè? Maar ik ga niet rond dat veld lopen. Staat dat op? Ja. Maar Johan heeft dus wel nog een. Of wie had dat? Heeft dan eentje bij. Dus, ja. Juist. Lopen, hè? Lopen we helemaal lekker? Dan lopen we naar de bom. Geef het goede voorbeeld. Hier hebben we. Oh. Ja. Hier komen we. Mannetjes. Naar. Manneke 2. Manneke 2. En wat is dat zitten? Wacht. Ik ben persoon 3. Ik heb hier. Ik ben Dennis 2. Naar 2. Ik ben 2. En wat daardoor, is hier? En een kus. Ik snap het niet. Misschien moet je rond die paal. Een lus? Een kus. Acht kus. Dat is misschien een mannetje 2 met iemand kussen, denk ik. Of iets. Dan moet je gekust worden. Maar ik ben mannetje 2 niet. Dat wil wel zeggen, je kust persoon, hè? Persoon 2 moet je paal kussen. Ja, oké. Okay. Wie was 2? Er stond niets van. Jij dat weet. Voilà, ja. Oké, ja. Dat is misschien... Dat is vrij woord. Nu is gewoon een duivel, hij wordt misschien een duivel. Voilà, oké. Niks duidelijk. Jij vindt van hier, wat de hel? Handboeien. Wat is dit? Wat is deze hier? Is het voor ons? Dat is niet voor ons. Wie zijn voorwerp is dat? Dat is toch niet zo. Dat is gewoon het verhaal van het nachtleven. Maar hoe fijn zit dat nu? Ze hebben wel goed, hè? Dat is eigenlijk voor een fiets aan te doen. Voor een fiets? Ja, dat is een slot. Dat is een handboeien. Ja, dat kan je post wel gemakkelijk uit. Niet. Nee. Misschien is dat voetboeien. Zeg hem echt zo van die. Dat kan ook. Ik moet de voetboeien aandoen en een kus krijgen. Iemand dat dan. Mom. We moeten nog rond het veld, hè? Nou ja. Oh, André, maar hoe is het op de pijl? Ja, nee, we moesten er rond. Nee, we moeten eerst rond het pijl. Rond het pijl.
Waar? Daarbij, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Maar loop rond het veld, dat was maar half rond het veld. Maar waarom dat die één bom, die kwam met de vier langs, en die twee bommen. Wat is dit hier? 10. Ik veronderstel niet dat een 10 gepakt heeft. Dat pakt er al veel te lang. Ja, ik denk het ook. Nee, ik denk dat we een nieuwe echt moeten zien. Een nieuwe echt fietsen? Echt? We moeten aanbellen en zeggen wat dadelijk in het fietsen. Ja. Je moet daar gaan bellen en dan fietsen. Ja, ik denk dat dat is. Dat is het. Je moet dan verder naar. Je laat je dan nu in huis naar de echte deur en dan op de pijl doen. Ja. Dit is Dennis, iemand die hier loopt. Ja, stel voor dat de speler aanbelt. Ik zal eerst naar daar gaan zien. Als daar echt niks te vinden is, dan valt jij aan. Ja, oké. Okay. Oh, misschien is dat... Ah, ik vind dat het net niet. Wat is de bel? Oké, okay, bel. Een bel. Hier is de bel. Een bel. Dat is toch niet van die wanning van de bond gepensioneerden, hè, van vorige week, hè, die pijl. Die raam stellen. De pijlen die er helemaal niet bij. Ja, niet, hè? Oh ja, dat was van die wanning, hè, van de bond van de gepensioneerden van vorige week, hè. Nee, dat is niet. Oh, dat is wel een vortex. Dat is niet, maar een vortex is een vierkant. Ja. Dat is wel een gewoon een stukje krijt. Dat is echt een vortex. Ja, wie liep er eerst? Zij had hem gezien. Ja, jij was veel dichter. Jij hebt hem gezien. Ja, wie dat hem gezien heeft, is er aan. Mooi kastje. Dan moet je er eeuwig blijven in zitten. Voor altijd. Ja, maar, nee, maar ik heb het gezien, maar hij is er naartoe gelopen. Maar we hebben nog een healer. Ja. Op het moment dat je hem ziet, is het dood. Maar een healer, dat helpt niet als je in de vortex zit. Dus er was iets met de vortex ook zo. Ja, ik geloof dat ik dan mensen dat kon halen, maar ik weet niet meer hoe. Jij kon er iets mee doen? Ja, dat ik mensen uit de vortex kon halen. Haal ze eruit! Maar ik weet, ja, maar ik weet niet meer hoe. Ja, maar ik weet. Dan moet ik zoiets zeggen. Staat er ergens in dat boek of zoiets? Heb jij dat niet? Ik heb... Ik weet zo gezegd... Oh, hier was wel steek de straat om. Ah, ja, kijk. Pijl. Dat zal wel er niet bij horen. Nee, dat is een andere kleur. Goed open dan. Dankjewel. Mag het als? Ja, ik ben bang voor een bom. Ja. Mijn leven kwijt dan, hè? Oh, je hebt... Dat is een bom. En heb jij toch veel levens? Of? Oh, ik heb geen levens. Je hebt nu toch 5 levens over, hè? Klopt dat? Ik weet het, ja. Of 5. Okay, ja, ik heb een bom. Ah, wacht even. Wat wil ik dan zeggen voor u? Echt... Ah, ja, ja. Dan snap ik het. Ja, ja, ja. En nu? Je nee, nee, dan moest jij daar doodvallen, dan moet ik je daar gaan rijden of zoiets. Oké, we zullen even terugspoelen. Jij moet doodvallen. Eigenlijk moet ik dan nu filmen. Ja. Misschien moet jij dat. Ja. Moet ik dat?